Mijn naam is Joachim Vreeman en de laatste tijd, de laatste maanden ben ik een aantal podcasts aan het opnemen. En praat ik met mensen in het werkveld van zingeving, spiritualiteit en religie. En deze keer heb ik gesproken met Sifra Noter. En Sifra heeft twee boeken geschreven. Het Vergeten Beter en De Geboorte van de Nieuwe Aarde. En twee weken terug of zo heb ik een heel gaaf gesprek met haar gehad. En iets over Sifra. Sifra doet samen met haar partner Ronald Jonker. Geeft ze trainingen, workshops en individuele sessies. En dat gaat voornamelijk om het belichamen. En de magie van seksualiteit. Zo heet ook een website. En daar zit ook een heel groot gedeelte shamanisme in. En in het gesprek met Sifra, die ik dus een tijdje terug had, komt dit ook allemaal naar voren toe. En het leverde mij een aantal interessante inzichten op. Zo had ik er nooit naar gekeken. Zoals bijvoorbeeld het belang van het herkennen en erkennen van entiteiten, van demonen. Om nog meer belichaamd te kunnen worden. En ook om meer authentiek jezelf te kunnen zijn door de delen waar je liever niet naar kijkt, naar jouw schaduwstukken en kanten, om die te zien voor wat ze zijn. En daar authentiek in te zijn en op die manier ook te kunnen transformeren. Dus alles komt in de volgende naar het gesprek. Ik wens jullie heel veel plezier. Aanleiding was dus een post. En waarbij jij dus iets omschrijft. Jij kan het beste zelf even omschrijven. Van mannen die in witte kleding langs de Nijl. Mm-hmm. Hoe ging je op? Maar wat, want je zei het net ook al tegen mij, van, maar wat kan je er dan nu nog van herinneren? Want je zei van stoïcijns, en wat maakte dan dat jij die mannen aan, dat jij dat nu nog weet ook? Ja, omdat het triggerde bij mij iets, omdat dat beeld vaak neer wordt gezet, of wat ik, dat zie ik wel eens terugkomen, dat dan meestal zijn dat vrouwen, dat die een bepaalde taak hebben om de mannen nu wakker te moeten schudden. Ja. Of omdat ze, soms wordt er ook gezegd, en dat is niet alleen door vrouwen, maar door mannen, is dat dan vrouwen verder zouden zijn. En dat daar vrouwen dan een bepaalde taak in hebben om die mannen maar wakker te schudden. Mm-hmm. En daarom werd ik geraakt op dat stoïcijnse of dat. Ja. Het afstandelijke. En heb je dan zoiets van, irriteert je dat? Of voel je van, daar zit een waarheid in? Of twijfel je daaraan? Of hoe zie je dat dan? Ja. Ben ik gewoon even benieuwd, hè? Ja. Het doet me helemaal niks. Ik ben heel stoïcijns zijn. Nee. Nee, het irriteert me. Ja, dus, ja. Er zit iets in van een bepaald beeld wat wordt geschept. Over hoe mannen dan erin zouden staan en de rol van vrouwen. Ja. Dus eigenlijk was dat waarom je me hebt uitgenodigd. Ja, omdat. Nou, dat vind ik wel heel leuk. Nou, nee, bij jou is het zo. Ik ken je natuurlijk best wel lang, ook van Hieros Kamels. En bij jou zit er een soort mengeling van irritatie en fascinatie. Zo van dat je iets. En ik vind je heel leuk als persoon. Dus je bent iets. Je bent voor mij iemand die heel recht voor zijn raap, niet al te moeilijk, niet te zwaar en wel diep. Hm. Dat vind ik, die combinatie, dat vind ik echt, die vind ik heerlijk. En humor. Ja. Dus dat, die vind ik heel gaaf. Ja, maar dat stukje, daar heb je dan soms wel zoiets van, of ja, hoe op bepaalde manieren misschien. Nou ja, het is wel mooi. Ik kan je vertellen, ik had dus die droom gehad. En de droom. Ik droomde dus dat er een groepje mannen aan de Nijl zat. Mm-hmm. Dat waren oude mannen, jonge mannen, dikke, dunne, van allerlei leeftijden. En die zaten allemaal in een soort witte doeken te chillen. En die rivier die stroomde en zij zaten gewoon te chillen. En ik was aan de overkant van de Nijl en ik zag ze en ik had zoiets van, ik moet ze waarschuwen. Mm. En dit had ik niet allemaal niet geschreven in het stukje, maar wat er ook nog gebeurde was dat ik toen achter hun zag ik twee politieagenten aankomen. En ik ging zwemmen ondertussen. Dus ik ging die Nijl overzwemmen, want ik dacht, ik moet ze waarschuwen.
En terwijl ik aan het zwemmen was, hoorde ik hun eigenlijk in hun gedachten was eigenlijk sorry. En ik zag die polities en ik dacht, oh shit, waarom kom ik nou net tegelijk met die politie aan? Want het was ook nog een soort gevoel bij mij dat als ik ze zou waarschuwen, zouden die mannen wel eens in gevaar kunnen zijn. Nee, weet je wel, en dan was die politie daar en dan zouden ze zo in de boeien geslagen kunnen worden. Dat was eigenlijk mijn droom. Maar daar heb ik een stukje van op Facebook gezet. En ik voelde zoiets, dit is een grotere droom. Mm. Alleen al vanwege die rivier de Nijl. Denk, ja, waarom droom ik in godsnaam over de Nijl? Mm. En ik had het gevoel, dit gaat over iets collectiefs, mannelijks. En als ik het dus zie, en dat is misschien, ik zie niet mannen, maar het mannelijke in mij en het mannelijke in jou. Weet je, het mannelijke in ons allemaal. Dus het zou best kunnen, want het voelde alsof ze sliepen of onder een soort hypnose waren. Mm-hmm. En het was alsof ze zeg maar daar al eeuwen en eeuwen, duizenden jaren in dat water staarden, in een soort slaapstand. Mm. En ze zagen de wereld, alle shit in de wereld, maar ze deden niks. En omdat ze eigenlijk ook gewoon, ja, een soort van comfortable numb waren, zeg maar. Dus hoe ik het dan zie, is dat ik dus ook zelf een stukje in me heb, wat een soort van mannelijk comfortable numb is. Mm. En ik had die droom gehad en toen had ik een paar weken later, twee weken later, had ik een vrouwenweekend. En toevallig, die maandag zou mijn boek uitkomen. Dus ik had geen boekpresentatie. Ik had helemaal geen gevoel dat ik iets moest doen. Dus ik had zoiets, nou, dat vrouwenweekend wordt gewoon de soort van inleiding van het boek. Ja. En aan het begin van het weekend vertelde ik die vrouwen die droom. En iedereen was best wel erdoor geraakt. En er was iets heel wonderlijks. We zaten in de cirkel en er was een kussentje met een dekentje en een kopje thee, wat niemand zich toe-eigende. Dus iedereen had zoiets van, daar zit één van die mannen. Hmm. Dus wij hadden zoiets, oké, dus we hebben dat, toen op een gegeven moment hadden we zoiets, ja, er moet er eigenlijk meer zijn. En toen hebben we in de hoek van, het, van onze ruimte hebben we drie kussentjes neergelegd met dekentjes en glaasjes water. Zo van, wij doen dit en de mannen die willen komen kijken vanuit die Nijl zijn welkom. En wat we heel sterk voelden, ik heb ze toen uiteindelijk al die vrouwen een transreis laten maken vanuit die droom. Dus ik heb gewoon gezegd, oké, stel je voor dat je daar bent en voel, wat gebeurt er? Wat ga jij doen? Wat doen die mannen? Wat voel je? En toen hebben ze dat allemaal gedeeld in groepjes en toen hebben die groepjes weer gedeeld in de cirkel. Weet je wel, dus we gingen het echt duiden met elkaar. En heel veel kwamen, sommige vrouwen gingen er echt heen, maar de meeste bleven eigenlijk op een afstand. En iedereen voelde eigenlijk dat we dus niks konden doen. Hmm. En dat, wat we dus wel konden doen, was het uitnodigen om te kijken naar wat wij deden. Dus dat hebben we eigenlijk gedaan. En dat voelt dus dan dus ook in dat stukje mannelijk in ons. En ik denk dat het ook gaat over hoe wij op dit moment met heel veel vrouwen, ikzelf dan dus ook, bezig zijn met magie en synchroniciteit en de baarmoeder en de magie van de baarmoeder en in verbinding met spiritualiteit, weet ik veel, dat allemaal. En dat er een mannelijk stuk is van een super ook intelligent, wijs stuk, wat daarin ook een soort van heel veel moeite heeft om hier mee te gaan. Hmm. En dat ik soms denk, waarom is het nou zo ingewikkeld? Wat maakt dat nou uit? Stel je gewoon open en weet je wel, dus het, maar het is alsof het een soort no-go zone is. En dat is voor ons soms ook lastig, omdat wij ons dan niet gezien voelen. En dan zeg ik weer wij, maar ik heb dat stukje natuurlijk dus dan ook weer in mezelf. Mm-hmm. En uiteindelijk dat hele weekend lagen dus die drie kussentjes daar. En toen aan het eind van het weekend zondag hebben we een soort, ontstond er eigenlijk een soort systemisch ritueel. Waarbij die mannen eigenlijk dichterbij kwamen. Waarbij er een paar vrouwen op die plekken gingen zitten. En waarbij er dus contact kwam. En beweging. Maar we hebben dus, we voelden allemaal van, er mocht niks geforceerd. Hmm. Weet je wel, het was alleen maar een uitnodiging van, kijk maar naar wat wij doen. En dat was het. Gaaf. En wat is dan, ik weet niet of je daar al naar gekeken hebt, van wat is dat gedeelte
in jou dan, wat dan niet meegaat met het baarmoederwerk? Mm-hmm, wat blijft dan zitten dan? Of wat gaat er dan in jou niet mee? Nu blijf ik eigenlijk een soort van blank. Alsof ik dus zelfs ook dat stuk niet zo goed nu kan pakken. Mm-hmm. Ik denk wel dat het voor mij ook best wel heel lang geduurd heeft om, om mezelf op deze manier de wereld in te brengen. Mm. Weet je, ik gaf vroeger aerobiclessen en yogalessen op sportschool in Amsterdam. Hè? En ik heb dat tot 2016 gedaan. Maar tot 2010 was dat echt mijn inkomen. En daarnaast gaf ik shamanisme trainingen. En ik nam mijn drum mee, dat heb ik voor 10 jaar gedaan. Ik nam mijn drum mee en ik ging zingen altijd naar de yoga, in de yogales aan het eind. En er kwamen heel veel mensen in die les, zo alle sportscholen, weet je wel. Was gewoon, ja, dat was en mijn werk. En ik voelde altijd zo'n soort van, ik wil eigenlijk shamanisme doen. En eigenlijk, weet je wel, ja. En er zeiden ook mensen tegen mij van, eigenlijk, daar kwam ik eigenlijk een beetje achter van, dat ik het eigenlijk een beetje stiekem deed. Mm-hmm. Dus ik realiseerde, want ik was ook altijd een beetje geïrriteerd dat mijn shamanisme trainingen niet zo goed liepen. Die liepen toen ook allemaal niet zo goed. Dat deed ik maar en deed ik maar en deed ik maar. Omdat ik vond dat ik het moest doen en ik practice het zelf. Maar zo goed zeg maar als mijn yogalessen liepen, die shamanisme waren er weer 6 en soms was 10 en weer 3, weet je. Mm-hmm. Ja. Nou. En toen op een gegeven moment kwam ik er dus achter dat ik voor mezelf eigenlijk dat ook niet accepteerde, die kant. En het niet echt durfde te laten zien. Dus, en ik heb wel het gevoel dat ik door het steeds meer te laten zien en het steeds meer op die manier de wereld in te brengen, dat deel van mij steeds kleiner is geworden, zeg maar. Dat slapende mannelijke deel. Hmm. Dus, maar dat heeft er dus mee te maken gehad dat ik ook heel veel, onbewust dus ook, soort van, nou ja, wat we later dan noemden, brandstapelangst. Weet je wel, dat je toch wel een beetje niet te heksig over wil komen. Mm-hmm. En niet te, dus dan ging ik met mijn drum en zingen. En dan deed ik gewoon van ja, het is ontspanning. Terwijl eigenlijk was ik gewoon die hele zaal aan het healen en lezen en krachtdieren aan het rondsturen, weet je wel. En dan was ik daarna geïrriteerd dat mensen daar niks over zeiden. Terwijl ja, ik zat gewoon er zo, er vloog een zwaan en er was een beer aan het werk en... Mm. En ik zei gewoon niks. Nee. En dan was ik op een gegeven moment dacht ik van ja, niemand heeft door wat ik doe. Ik denk ja. Ja. Dus dat een beetje. Ik blijf echt gewoon hangen op. Ik vind beelden trouwens fantastisch. Dus, Hoezo, waar blijf je hangen dan? Bij de beeld van die mannen in de helemaal goed. In de nauw. Ja. En hoe dat dan werkt. En wat ik me zou kunnen voorstellen is dat wanneer jij uiteindelijk wel toe hebt gegeven aan datgene wat zich van binnenuit wilde openbaren, mm-hmm. in plaats van buitenaf, zoals we doen, mm-hmm. eventjes, dat je dat gedeelte voor jezelf hebt overwonnen en dat je, nou ja, en dat je nu mensen helpt om hun mannelijk deel, om die te activeren. Wat ik wel herken, of wat bij mij wel resoneert, is het gevoel wat ik dan krijg bij die witte mannen en NL, is eigenlijk ook dat niet geactiveerde potentieel of zo, zoiets. Dus en dat er iets nodig is van binnenuit om het te activeren, waardoor het ook tot leven kan komen. Mm-hmm. En dan gaat het ook stromen. Ja. Zowel binnen als buiten, dat hoor ik je een beetje beschrijven. Van, het stroomde in het begin nog niet bij jou, omdat je ook nog niet... Nee, en ik denk wel, ik ga daar wel, ik denk wel dat, wat dat betreft is voor mij ook wel, ik ben dus in 2020, toen de eerste lockdown kwam, ben ik wel in een soort van, en ik denk dat met velen met mij op een bepaalde manier, zeg maar alles waarvan ik allang zoiets had van wat klopt er allemaal niet en waar ben ik in terecht gekomen en hoe zit deze maatschappij in elkaar, kwam echt als een nou ja, ik weet niet, een orkaan binnen of zo. Dat ik gewoon echt dacht van ja, maar wacht even.
daar klopt gewoon geen reet van. Ik weet niet wat ze aan het doen, ik weet niet waarom, maar het klopt niet. En wat een van de grootste dingen is dat, wat ik het gevoel heb, en dat heb ik eigenlijk altijd al gehad, en door die COVID is het nog heel versterkt, dat we als mensen, ja, en dat komt dan een soort van heel idioot, maar vooral dat zeg maar die westerse wereld zoals die nu is, in een soort hypnose zitten. Dat we gewoon zo ver afstaan van, ja, van wat realiteit is. Weet je, het is gewoon tegenwoordig, ja, je bankrekening is belangrijker dan dat er wel of geen appel aan een boom hangt, zeg maar. En dat zie je op heel veel lagen terug. En daar heeft het ook mee te maken voor mij. Dus dat het volgens mij nu tijd is dat we met z'n allen uit die soort van collectieve hypnose aan het komen zijn. En ik vind het heel ingewikkeld om hier woorden aan te geven. Nou, ik ga het ook proberen. Gaat toch redelijk goed, hè? Ja. En ik realiseer me ook, want ik ben uiteindelijk in 2021 begonnen met schrijven. In februari, maart zo'n beetje. Maar eigenlijk toen met COVID en toen gebeurden een paar dingen. Toen wist ik gewoon, ja, ik moet dit gaan verwoorden. Mm-hmm. En toen heb ik echt verschrikkelijk. Ik was echt niet te harden. Ook voor Ronald, denk ik hier. Want ik had echt zoiets, ik moet dit ontrafelen. Ik moet er hier iets van begrijpen, zeg maar. Ja. Ik vind ook bijvoorbeeld ons schoolsysteem verschrikkelijk natuurlijk. Ja. En dat is al zo lang. En hoe wij ook dan, zeg maar, die inheemse hebben gedwongen om hun kinderen naar westerse scholen te brengen. Mm-hmm. Uit de naam van dat we hun hielpen. Mm-hmm. En nu zijn er gewoon massagraven voor kindertjes daar gevonden en zo. Weet je wel, waarom in godsnaam? Mm-hmm. En wat ik voel is dat wij zijn natuurlijk dat ongelooflijke, bizarre veld van chakra's en... Weet je wel, en we hebben een hart. Hoe ongelooflijk is dat, weet je wel? Vrouwen hebben een baarmoeder, mannen hebben een mannelijke seksualiteit. En alles, ja, alles is gewoon wonderbaarlijk. En het enige wat wij hebben geleerd is denken en hoog cijfers halen. Mm-hmm. En de rest is zeg maar een soort van alsof het is uitgezet en afgevlakt. En dat voelt voor mij gewoon echt als misdadig. Echt als gewoon zo'n grote onderdrukking en zo'n... Ja, en ik kan me dan bijvoorbeeld ook dingen afvragen van waarom, zeg maar, al die dorpjes in Ierland, heel raar, hè? Die fabrieksdorpjes, weet je wel? Van, dan heb je fabrieken en al die huizen eromheen, fabrieksarbeiders. Waarom zijn daar kroegen? Het enige wat daar is kroegen. Waarom hebben ze daar geen LSD-pomp neergezet? Of een blowpomp of een heroïne, weet je wel? Omdat alcohol de perfecte druk is om die mannen in het gareel te houden. Mm-hmm. Dat is toch zo, weet je? En als je dat soort dingen... Ja, dan... En dan vervolgens denk je van... Ja, maar waar komt al die slechtheid dan vandaan? Mm-hmm. Wat een slechtheid. En dan heb ik discussies. Ik heb tijdens de hele COVID discussies gehad met mijn broer. Heel goed. Die werkt bij een triodosbank. Goeie man. Maar heel anders dan ik staat hier in het leven. Ja. Die denkt dan van... Ja, maar denk jij dan dat ze in achterkamertjes... Weet je, een soort conspiracy of zo. Maar zo zie ik het dus niet. Ik zie gewoon dat er gewoon... Het gaat over energieën en hoe mensen zich laten overnemen en laten bezitten door entiteiten of iets groters. Of, en dat daar een soort van... Ja, een soort gevecht gaande is. Of ja, wat laten we door ons heen komen? Mm-hmm. Ja, in feite zijn wij eigenlijk gewoon... Ja, wat zijn we? Nou ja, dat... Dat chakra-spel of zo. En weet je, er is misschien wel een soort van ik. En als ik verslaafd ben, of als ik, dan kan ik ervoor zorgen dat er energie door me heen komen die niet zulke leuke dingen doen. Ja. Weet je, het is een keuze vanuit mij. En dat schoolsysteem is niet bepaald goed voor ons, voor de ontwikkeling van ons liefdevolle hart, zeg maar. Nee. Nou, zo. Hè. Ja. Nou ja, goed. Het is zoeken van hoe gaan we onszelf uitdrukken? Weet je wel? En ik denk, en is het dan gewoon een strijd tussen goed en kwaad of zo, weet je wel? En zoals wat ik nu dan, en daar heb ik het ook over in de geboorte van de nieuwe aarde, is in 2011 had ik voor het eerst twee van die grootmoeders ontmoet van de 13 Indigenous Grandmothers. Mm. En dat is zo'n groep grootmoeders en die komen uit alle continenten.
En dat zijn allemaal indigenous, dus vanuit de Noordpool, de Zuidpool, de Afrikanen, de Native Americans, weet je wel, en vanuit al die hoeken. Ja. En die hebben een aantal jaren bij iedereen steeds een ritueel gedaan. En zij zeiden van, ook van de tijd van verandering komt eraan. En dat zeggen eigenlijk alle inheemse volkeren. Dat er dit nu, dat we midden in een tijd van verandering zitten. En omdat ik natuurlijk ook al zo lang shamanisme doe, ja, voor mij ja, is dat een soort van waar, weet je wel. En voor mij helpt dat bijvoorbeeld wel. Van, ja, we zitten gewoon in een gigantische shift nu. Mm-hmm. En zoiets draagt voor mij bij aan mijn leven vormgeven. Zoiets, zeg maar. En ja. Wat ik denk, wat ik steeds meer te zien krijg, en dat is voor mij heel belangrijk, is als ik in groepen werk of met cliënten werk, als het gaat over misbruik in die families bijvoorbeeld, is het net alsof, ik heb dit nog niet eerder zo verwoord, ook niet, weet je wel, geen stukjes over geschreven of wat dan ook, alsof ik te zien krijg met degene met wie ik werk, dat datgene wat er nu gebeurt, zeg maar op dat, in wat betreft het misbruik binnen een gezin bijvoorbeeld, mm-hmm. of een familie, dat het een herhaling is. Nou ja, dat weten we zo langzamerhand, maar dat beginnen we nu echt te begrijpen. Het is een herhaling van de generatie ervoor, maar misschien wel al duizenden jaren terug. Mm-hmm. En alsof het ergens is geïmplanteerd en we blijven het doen. Weet je, het is één keer begonnen, mm-hmm. je hoeft maar één keer een vrouw te verkrachten of wat dan ook. Ja, wat je nu zegt lijkt verdomd veel op de, wat ook wel de zondeval wordt genoemd. Maar het is, daarom moest ik denk van, what the fuck krijgen we hier nou? Gaan we niet dit wat jij vertelt verbinden met zoiets als de zondeval? Maar ik onderbreek. Ja, maar dat heeft natuurlijk allemaal met elkaar te maken. Want er staat volgens mij zelfs, dat is misschien ook goed om te vertellen, ik ben dus heel erg van om met een andere manier met de Bijbel bezig. Mm-hmm. Dus ik denk dat het een soort van informatieoverdracht is die je niet letterlijk moet nemen, maar dat er veel, het is namelijk veel echter dan het letterlijk nemen. Mm-hmm. Er komen bepaalde patronen in voor die je in het hier en nu kan herkennen. Maar zoals ik het zie, zijn wij in oorsprong dus goed en juist schuld, als wij zouden zeggen wij zijn echt schuldig, of die schuld en daarmee identificeren, ja, dan komen we nooit meer terug in dat eenheidsbewustzijn. Nee, precies. Dus op een bepaalde manier hebben wij in te zien dat we in werkelijkheid op het diepste niveau niet schuldig zijn. Nee. Maar als wij ons identificeren met dat afgescheiden stuk, ja, die komt nooit van de schuld af. Kijk, en dan kom je op de, kan ik weer doorgaan met wat ik tegenkom in mijn sessies nu. Mm-hmm. En dat is iedere keer weer opnieuw hoe noem je dat nou, die grote contradictie, die tegenstelling. Dus aan de ene kant is het belangrijk dat wij ons realiseren dat we onschuldig zijn. Ja. Hè, om de verbinding met het hogere, met alle, ja, met God, exact, te kunnen ervaren. Dat kunnen we dus alleen maar als we dus de schuld volledig ons toe-eigenen en omarmen, ja, en ook dat we dus schuldig zijn. Mm-hmm. Ja. En dat snap je? Ja. En ik realiseerde me ook dat ik eigenlijk, ik had het laatst voor het eerst, want dat ik eigenlijk altijd bezig ben met de cliënten die komen, die zijn de slachtoffers. Mm-hmm. Het zijn nooit de daders die komen, tot nu toe bij mij. En ik kwam ineens op de plek van de dader. Ik voelde die heel sterk, de dader, in mezelf. Mm-hmm. En ik had zoiets van, ik ging gewoon niet, ik voelde hem wel, maar ik ging verder met de cliënt. En toen pas 's avonds dacht ik, ik heb de ziel van de cliënt heb ik tot rust gebracht en teruggebracht en mee gewerkt en heling gegeven. Maar die dader, daar ben ik niet eens aan begonnen. En eigenlijk zou die natuurlijk ook, de zielen van de daders, die hangen ook nog, weet je wel, en die zitten ook in ons. En dat was ook eigenlijk misschien wel mijn grootste tocht toen ik ook de geboorte van de nieuwe aarde heb geschreven. Dat pas, zeg maar, helemaal aan het eind van het proces kwam ik in een soort van, dat ik ineens dacht van, ja, Sief, nou, ga maar schrijven. Wat is je grootste innerlijke dader? Mm. Weet je, de allerheftigste.
En toen ben ik gaan schrijven en toen, want het is altijd ik de grootmoeder, ik de nedervermerken, ja. Ik loop over, ik de aboriginal, weet je, zo'n gevoel, ik. Ja. Heel met mijn aarde. En toen was het dus ik de kardinaal, met mijn rode jurk en mijn gouden kruis en mijn rode schoentjes. En dat hoofdstuk, toen ik degene die met mij meelas, die had echt zoiets van, nee, weet je wel, nee, niet. En ik zei, ja, het moet gewoon, weet je. Oh, wat cool. Ja. Ah, die vind ik heel tof, dat je dat doet. En dat is steeds de discrepantie. Je kan niet, weet je, dat heb ik ook met heel veel, met het spiritualiteit en liefde en licht en tantra. En dan, oh, het is zo'n vakantie, bullshit, het is allemaal bullshit. Mm. Voor mij, hè. Ik bedoel, ik vind het prima als mensen een soort van lichtbubbel neerzetten met elkaar. Mm. En er een hele goede tijd in hebben. En het zal vast wel ergens goed voor zijn. Maar voor mij is het belangrijk dat ik mijn lichaam dus meeneem. Mm-hmm. Ik moet mijn baarmoeder en het donkerte en mijn schuldgevoel en mijn schaamte. Het moet allemaal mee. Anders dan heb ik niet het gevoel dat ik iets transformeer. Maar iedere keer opnieuw. Dus soms denk ik ook wel eens, weet je, want dan ben je ergens waar mensen dat wel doen. En die stappen gewoon in dat bubbeltje van licht. En dan, ik kan daar niet zijn. Nee. Ik moet eerst, ja, door een soort heen. Weet je, iedere keer opnieuw. Wil je dat nog een keertje doen? Ja. Nou ja, en de mensen ook, weet je. Als ik ga drummen en zingen, dan gebeurt dat gewoon. Ja. Er moet eerst iedere keer opnieuw iets losgelaten worden om ons fysieke lichaam ook mee te laten doen. Ja, maar als je me zat, wat moet je maar zeggen hoor, maar ik ben echt zo'n grote fan ook van het anders interpreteren van de Bijbel. Nee, is helemaal goed. Vertel maar. Wat is jouw interview? Wie zijn kruis niet op zich neemt, kan mij niet volgen. Dat is wat jij voor mij omschrijft. Ja. En dat is heel fucked up uitgelegd. Maar dat wat jij nu net omschrijft, ja. dat is de... Nou ja, dat is... Kijk, hoe gaan wij om, ook in de westerse wereld op dit moment, ook in Nederland, met onze daders? Mm. Het slaat helemaal nergens op. Weet je? En dat vind ik nog steeds. Dan zie je zo'n programma over kinderen die seksueel misbruikt zijn of jongeren. En dat is dan weer zo schimmig. Allemaal schimmig. En dat is dan vorig jaar gemaakt. En die daders bestaan helemaal niet. Dat zijn een soort enge mannen. Mm-hmm. Of enge jongetjes. Ja, ja, ja. Nou, dan hebben we The Voice gehad. Nou ja, we skippen gewoon onze knuffel Marokkaan. En we skippen Marco Borsato. En we skippen dat hele programma. En dan gaan we weer lekker door met z'n allen. Wat is dat? Dat heeft helemaal... We lossen niks op. Weet je? En ik zeg niet dat ik weet hoe het moet. Maar ik zeg wel van dat daar een heel groot stuk ligt van wat doen we met de daderenergie met z'n allen. Ja. En wat ik dus nu steeds ontdek en wat het denk ik ook kan verlichten is, als jij met je in je familie dat inzetspel hebt uitgespeeld, dat je dat kunt zien als iets wat je die na die duizenden jaren nu op dit moment hebt uitgespeeld als dader en als slachtoffer, om dit nu te kunnen helen. Omdat het klaar is. Omdat we het nu snappen. En als je elkaar op die manier in de ogen kan kijken. En kan zeggen van Jezus, weet je wel. Ik hoef je niet meteen te bedanken. Maar uiteindelijk kan ik je bedanken dat jij dat met mij gedaan hebt. Mm. En dan kan de hele familie dat ook zeggen. Zonder van, oh, hij heeft het gedaan, wat verschrikkelijk. En oh, wat is zij zielig of hij is zielig. Mm. En ik denk dat we dat beginnen te begrijpen. En ik denk als we dat gaan begrijpen, dat we dan iets gaan helen wat duizenden jaren geleden is geïmplanteerd, zeg maar, of is begonnen. En dat we dan ook de toekomst van onze kinderen helen. Ik zeg altijd, als ik de Bijbel moet beschrijven op mijn manier, is dat de Bijbel het verhaal vertelt hoe wij uit de eenheid zijn geraakt, uit de eenheid we zijn, en hoe we daar weer terug kunnen keren. Mm-hmm. En de manier om terug te keren is om te weigeren mee te gaan in de misidentificatie, zowel van mezelf als van de ander. Ja. Maar daarvoor, en dat vind ik zo gaaf wat jij net vertelde, heb je het wel nodig dat je beseft dat je jezelf misidentificeert. Precies. Want anders, dat is net zo met loslaten. Je kan pas iets bewust loslaten, maar dan moet je wel doorhebben dat je het vast hebt. Anders, ja. En misschien is dat wel, en ik denk ook dat dat wel het belangrijkste is op dit moment in space and time. Dat we op dit moment al onze misidentificaties gaan zien. Want
het werkt gewoon niet meer. Nee, en zien, maar ook doorvoelen. Doorvoelen, tuurlijk. Want wat je ook vaak in spirulierland krijgt, is van het vergeven en dan, oh ja, ik vergeef het je of ik zie jou niet meer als dat. Maar wat ik zelf, ik heb best wel een aparte relatie met God, of hoe je dat hem of haar zou willen noemen. Maar ik vind authenticiteit vind ik gewoon heel belangrijk. Mm-hmm. Soms heb ik helemaal geen zin om iemand te vergeven. Nee. Ik had het ook met Ton, had ik het er ook over, dat voorbeeld, dat wil ik ook nog even kort noemen, is dat ik was in de supermarkt, ik had mijn spullen eventjes op een vriesvak laden gelegd en ik zit iets op mijn telefoon te kooien met een berichtje. Ik voel een man achter me komen en op een of andere manier zijn energie, dus ik kijk naar hem, ik zie een beetje nors kijken en hij zit zo naar die vriesvak. Ik zeg, oh, je kunt niet alles zien. Oh, nee. Ik schuif er iets aan de kant, ik schoof het aan de kant. Nou, dus je kunt alles zien? Ja, oké. Dus ik weer verder. En op een gegeven moment zit van, ik moet iets pakken. Ik zeg, nou is goed, ik pak mijn spullen er wel. Nou, voordat ik mijn spullen eraf kon pakken, had hij dat vriesvak ook gedaan. Al mijn spullen flikkerden erin. En toen zei hij, zo. En toen liep hij weg. Kijk, zie je het. Oh, als ik één ding zo kut vind, is dat, ja, nou, dus dat het wel een soort, ja, en ook dat weglopen of zo. Nou, dit is wel weer, dat is wel een hele mooie, dat zijn vrienden van mij laatst tegen mij. Er hoeft niet eens een dader te zijn om iemand het gevoel te krijgen, geeft dat er een dader is. Mm. Ik bedoel, hij maakt van jou een dader. Snap je? Hij wil een dader zien, hij krijgt een dader. Mm. Want jij zit hem in de weg. Ja. En jij bent op dat moment een dader. Ja. Nee, exact. Ja. En dan jij hebt het gedaan. Ja, ik heb het schuldig. Ja, blijkbaar van iets. Waar, ja. Dat. En hij is alweer weg. En hij is al weg. Ja. Ja, exact. Maar toen. Wat ik had gewoon. Ik zat dan ook zo. Mijn opties had ik zo van: kan ik hem aan? Als ik hem nu een tik verkoop, weet je wel, zou ik het gevecht winnen of mm-hmm. niet? Of wat dan ook. Oké, die ging ook al meteen aan. Ja, dus mijn. Dus, dat is een rosse. Ja, omdat ik het zo. Weet je wel, dat ik zoiets zeg: ja, oké, ik kan veel hebben, maar dit was echt even zo buiten. Deze mag ik. Hier is gerechtvaardigd dat ik hem heb. Ja, ja, ja. Maar toen denk ik: oh nee, ik ga niks doen. Ik ga zelfs niks zeggen. Dus ik liet hem gewoon gaan en ik bleef gewoon bij mijn eigen boosheid, maar ook mijn machteloosheid. Zo dat gevoel had ik. Maar later besefte ik ook van dat bij mij verwarring is tussen geweldloosheid mm-hmm. en machteloosheid. En dat ik het niet doen of het niet meegaan in die energie, in dat gevecht mm-hmm. van tussen goed en kwaad mm-hmm. of zo, dat stuk. Maar daar gewoon niet in meegaan, maar dan gewoon ook blijven bij wat het met mij doet of zo. En dat. Ja, daar iets mm-hmm. in. En dat is met dat voelen. En daarna merkte ik eigenlijk dat het. Ja, het kwam nog even af en toe een paar keer zo op, maar daarna was het ook gewoon weg. Terwijl ik weet, als ik wat had gezegd of wat dan ook, had ik daar minstens een uur mee gezeten. Ja, ja. Of had je veel meer last van gehad. Veel meer last van gehad. En ik weet ook is dat het ook een bepaald effect op hem had gehad. En dan, daarmee had ik een bijdrage geleverd aan iets wat. In veel grotere vormen die rotzooi veroorzaakt, wat jij net noemde, met alle oorlogen en verschrikkelijke daden door de katholieke kerk, noem maar alles maar op. Maar dat het ook in zulke simpele dingen. Mm-hmm. Ja, en daar heb je dus wel de kwaliteit voor nodig om jezelf te kunnen waarnemen. Dus niet dat je het. Kijk, als jij het onderdrukt en wegslikt, mm-hmm. dat is weer een ander verhaal, ja, dat is ook kut, ja. Ja. Want dan kan jij daarna weer razend worden op je vrouw of je kind of zo, bij wijze van spreken. Dan komt het daar eruit in plaats bij hem. Ja, en dan kan je misschien het gevoel hebben van, ik heb niks gezegd, wat goed voor mij. Terwijl eigenlijk, snap je, dus je moet wel iets, een tool hebben dus, om dat stukje te verwerken of zo. Want ja, het doet wel iets met je. Ja, zeker. Ja, voor mij is het gewoon... ik zoveel mogelijk gewoon authentiek ben, is dat mm-hmm. ik ook gewoon herken van, ik ben gewoon heel boos, kwaad. En het liefste zou ik gewoon hem zelf in die Friese lade willen stoppen. Ja, en precies, dat soort dingen. En ik kies ervoor om geen bijdrage te geven. En dan is het zoiets en ik kijk er naar en ik blijf erbij of zo. En ik adem. En ik adem, ja. En ik vraag ook, in mijn geval vraag ik ook om hulp, want het is... Oké, dus je doet een soort bidden, prayer, ja. achtig iets, ja. Ja, omdat het... En dat helpt? Dat helpt. Ja.
Ja. Ja. En dat, dan heb ik echt het gevoel dat er iets op wordt gelost. Mm-hmm. Ook op dat moment. Wat ik zelf niet 1, 2, 3 kan oplossen door het maar te behalen. Ja, dat is, wel, ik, dat is dus ook mooi dat je dat noemt. Want voor mij is ook de kracht van prayer, ik noem het dan prayer in plaats van gebed. Mm-hmm. Maar ik weet wel dat ik op een gegeven moment zat ik zo lang, zo vaak, zoveel achter mijn altaar met shamanisme, met mijn drum, dat ik op een gegeven moment dacht, ik ben gewoon aan het bidden. Zie, dit is bidden, weet je wel. Ja. Maar het is heel krachtig. En wat is voor mij is eigenlijk is bidden, is eigenlijk, want als je het dan hebt over taal en de verkeerde woorden en de leugens, mm-hmm. dan vind ik de uitdaging van prayer, en helemaal voor een groep, maar ook op één, dat je de juiste woorden vindt, dat je eigenlijk een soort van waarheid spreekt van dat moment. Ja. En dat vind ik zo mooi en dat is zo krachtig. En als er in dat moment woede is en haat en pijn, dan wil dat uitgesproken worden. En met het uitspreken kan dat doorbewegen, zeg maar. En dat is eigenlijk prayer. En ik kan me voorstellen dat je dat ook op zo'n moment kan inzetten van, oké, ik ben nu razend, ik wil een kerel met zijn kop in de vriezer houden, help me. Ja. Ja, ja, toch? Dus dan mag het er ook weer helemaal zijn, om vervolgens, kan het oplossen, zoiets. Ja. Nou ja, ik denk het belangrijkste is dat we onszelf belichamen, dat is denk ik het belangrijkste. Dus ja, ik denk vooral voelen dat je een buik hebt en dat je een bekken hebt en dat je een baarmoeder hebt. En dat je een vrouwelijke of mannelijke seksualiteit hebt, dat je een hart hebt. Heel erg belichamen en gronden. Mm. En vanuit daar gaan we transreizen en gaan we contact maken met spirit. Maar eerst dat gronden. En wat ik voel, ja, als ik dan inderdaad over dat licht werk, dan denk ik, ik ben eerder volgens mij een schaduwwerker. Dus ik werk echt met wat zichtbaar wil worden vanuit die diepte, vanuit de wonden, vanuit wat niet gezien mag worden. Maar uiteindelijk ontstaat er altijd heel veel ruimte en liefde. Weet je wel? En ik denk wel dat door wat ik doe, door dat, wat wij doen in onze groepen, doordat het zo verbonden is met fysieke aanwezigheid, met het fysiek lichaam, met seksualiteit, want we werken natuurlijk ook veel met seksualiteit. Als je vervolgens, als je eerst met die seksualiteit werkt en dat helemaal erkent en voelt en weet ik veel, mm-hmm. en daarna rituelen gaat doen, ja, dan is dat wat je teweeg brengt onontkoombaar. En ik heb het gevoel dat als je vanuit die lichte yogi-achtige toestanden, een beetje vanuit hier, en tot het hart is dan nog net, en weet je wel, ja, dan heb je ook niet zoveel in te brengen. En ik heb het gevoel, dus hoe ik het zie, is dat wij gewoon enorme transformatieprocessen op gang brengen. Doordat het vanuit de volledigheid is. Dus ook die, denk ik, het maakt ons kleiner, minder aanwezig. Doordat die seksualiteit is afgesneden. Nee. Ja, zijn we ook gewoon lulletje behangertjes. Ja, er is niks, snap je? Het is niks. En dan komen we wel weer op dat beeld van die witte mannen. Want dat... Wat een van de mogelijkheden waarvoor ze zou kunnen staan, is dus dat niet belichaamde spiritualiteit. En die zijn ook niet, ik weet niet in jou, hoe het met jouw ervaring zit, maar als ik dan mensen aanspreek, ook die met zich, met licht bezighouden, die zijn ook bijna niet aan te spreken. Of weet je, dat rauwe, dat ruwe, dat authentieke. Dus voor mij staat het wel... Ja, dat je niet al dat licht kan grijpen of zo. Dat moet ook op een bepaalde manier belichaamd worden. Zoals je de beweging, het moet natuurlijk gekanaliseerd worden. Hè? Ja. En ik denk dat het in contact, want dat is ook een van de dingen die in mijn boek over het goud van de aarde. Dat letterlijk het licht is wat in de aarde en al dat goud wat zich in de aarde bevindt. Hmm. Dat is eigenlijk een soort van de hartsenergie van de aarde. Mm. En dat is eruit verzameld en we trekken het eruit en het wordt omgevormd tot blokken en staven. En het wordt opgeborgen in containers. Mm. Krankzinnig. Mm. We trekken alle levenskracht, alle licht uit onze aardemoeder. Mm. En tegelijkertijd fascinerend. En al die dingen die we dus eigenlijk doen om ons licht te dempen.
En dat maakt dan weer dat het mij kan helpen, dat er krachten zijn die daar dus baat bij hebben. Hmm. En op het moment, waarom? Alleen maar als je dat erkent, dan kan je ook voelen dat het bezit van je neemt. Ja. En kan je kiezen voor dat andere. Dus dat is misschien wel de reden voor mij. Voor mij helpt het om het te erkennen. Waar ik ook heel veel mee resoneer, de gnostici, en die hadden dat ook. Dus die hadden het ook heel veel met krachten en die hadden het over Argonten, de demiurg, nou, bladibla, kwade krachten. En daar wordt ook in de Bijbel heel veel over gesproken. Ja. Dus de legers van Satan, de legers van Christus. Wat ik ook heb gemerkt, of wat ik heb gezien, is dat het ook mensen zo erg kan beangstigen dat er een buitenaardse entiteit op hun inwerkt. Mm-hmm. En wat dan ook, is dat het echt dat ze een beetje dat ze redelijk fucked up raken. En dat is dan ook weer een reden waarom ze in de ontkenning gaan. Weet je? Welke ontkenning? Nou, dat ze zeggen dat is niet zo. Ze kunnen die waarheid gewoon niet aan. Het is zo fucking scary. Mm. Terwijl ze moeten die waarheid aan. Want dat is de reden om te zeggen, ja, nee hoor, dat is niet zo. Want het is wel zo. En zou, hoe ik het voor mezelf heb, is dat... Sorry hoor, nog eventjes. Mm-hmm. Op het moment dat ik verbonden ben met mijn buik en mijn bekken en mijn baarmoeder en mijn hart en mijn hoofd. En dan hebben ze geen grip op mij. Snap je? Mm. Dus als ik niet wil zien dat het er is, dan ga ik dit ook niet bewerkstelligen, zodat ze geen grip op mij hebben. Dan blijf ik gewoon lekker mijn biertjes drinken, mijn porno kijken, mijn Netflixje en mijn iPhone'tje. Mm. En constant wordt er bezit van mij genomen. In de ontkenning. Mm. Terwijl als ik denk van, oh shit, ze zitten gewoon in mijn telefoon. Ja. Kan je denken, oh wat erg, dat moet je beter niet denken. Dan ga ik misschien even wat anders doen in plaats van... Oké. Dus jij gebruikt het dus echt als motivatie om nog dieper in die belichaming te gaan. En ik, centrum. Ik denk dat het... ik denk dat het een motivatie zou moeten zijn voor iedereen. Hmm. Eigenlijk. Want ik denk dat... Ja, verslavingen bijvoorbeeld, die maken dat die entiteit grip op je kunnen. Er zijn zoveel dingen, slecht eten, slecht voor jezelf zorgen. Ja, dat weet je, iedere verslaafde, als je naar de AA, weet je, al die anonieme alcoholisten, weet ik voor iedereen weet, kent echt het gevoel van jaren droog staan, beginnen met een biertje en voelen hoe er bezit van je genomen wordt en niet meer kunnen stoppen. Iedereen zal dat beamen, weet je wel? Die bekend is met verslavingen. En als we dat kunnen erkennen, als je werkelijk kunt voelen van Jezus, ik word echt in bezit genomen. Want het kan ook fijn zijn om in bezit genomen te worden. Mm. Net zo goed als dat het fijn is om je te verbinden met het licht. Mm. Want je bent ook even gewoon kalm, weet je. En daar zit een soort van keus dus. En ik denk dat het fijn is om dat te snappen, dat je een keus hebt. Ja. En het is natuurlijk, we zitten op deze aarde om die dualiteiten te leven en te snappen natuurlijk. En die zullen er ook altijd blijven. Ik denk ook niet dat hier ooit weggaat. Maar het is natuurlijk wel geweldig dat je kunt voelen van, oh wacht, ik kan dat transformeren en ik kan er verandering in brengen. Ja, en jij zegt dus, door dat ook te erkennen, daardoor ga je het ook meer zien. En daardoor krijg je ook de motivatie om het te veranderen. Ja. Zowel in jezelf als buiten jezelf. Ja. Dat is hoe ik jou interpreteer. Ja, want stel je voor dat jij een vader bent van kinderen. En je bent pornoverslaafd en niemand weet het. Je doet het stiekem. En je realiseert je dat je daarmee gewoon een enorme hoeveelheid emmers zwarte kleren zo je huis inhaalt. Ja. Drap. Ja. Die misschien niemand met het blote oog waarneemt, maar die wel maakt dat jouw kinderen ook misschien weer achter die porno gaan zitten. En niet weten waarom. En je vrouw ook blootstellen aan. Ja. Weet je? Net zo goed als mensen die tantra doen en het niet doen vanuit de juiste integriteit, die brengen zichzelf echt in gevaar. Ja. En dat hebben ze niet in de gaten. Nee. Je kan niet spelen met die krachten. En dat is denk ik wat jij ook wel voelt. Hm. We hebben te dealen met gigantische krachten. Je ziet het met je prayer, weet je wel. Het helpt. Het is geen spelletje waar wij mee bezig zijn. Ron en ik hebben geen feestje. Natuurlijk, uiteindelijk is het altijd ontzettend feestelijk. Maar daar gaat het niet om. Uiteindelijk gaat het ook helemaal niet over seks natuurlijk. Magie van seksualiteit. Nee.
Maar omdat er zoveel taboe op zit, kunnen we niet anders dan dat naar boven brengen. Mm. We couldn't care less, echt. Steeds minder. Al die dingen, de verkleedpartij. Ja, het moet, omdat het gezien moet worden. En wat dan gezien moet worden, is ook het belang dus om daar op een integere manier in te staan. En ja, wat gezien moet worden, is het verlangen naar ook sexy willen zijn. Het verlangen naar je eigen pornofilm, in je eigen pornofilm spelen. Weet je, dat hebben we ook. Weet je, de lieslaarzen, de netkousen. Ja, uit je dak gaan. Helemaal. Precies dat, om er uiteindelijk achter te komen. Dat het nergens over gaat. En als dat mag, en als dat helemaal ontvangen wordt, dan, ja. Weet je, dan kan dat verdwijnen. Maar zolang dat nog gepaard gaat met onderdrukking, blijft dat geil. Weet je, want er zit zoveel onder en aan en het is spannend en het is, weet je, dat blijft opwindend. Of het moet steeds erger en steeds strakker, maar als je het gaat ontmantelen en je gaat het doen en je gaat het weer doen en nou ja, op een gegeven moment. En vooral als je dan ook nog tegelijkertijd gaat drummen en rituelen doet en er staan mannen met strings en zulke hakken af te wassen, ja, het wordt gewoon steeds debieler. En op een gegeven moment is het gewoon niks meer. Het is niks. Nee. Cool. Het is wat, omdat het, weet je wel, omdat het, ja. Omdat we het onderdrukten en dat die stiekem met dat schermpje. Ja, ja, ja. Ja. Hey, wat ik heel gaaf vind, is het belang om die energieën gewoon helder te maken en dat we ze ook in de vizier krijgen en dat we ook gaan beseffen dat het kijken naar porno, dat het veel meer, dat is grappig, hè? Dat is een beetje tegenovergesteld wat we nu net hebben gezegd. Want nu net hebben gezegd van, oh ja, dat op hoge hakken staande dingen, het is eigenlijk niks. Maar als we eventjes teruggaan in het eerdere gesprek, dat we juist als we porno kijken en wat dan ook, wat voor effect dat heeft op onszelf en onze omgeving. En dan is het eigenlijk meer, ja. Dan maar dat. Dit is weer datzelfde ding wat ik zeg van, je moet het helemaal omhelzen om het te kunnen ontmantelen. Ja. Weet je, want ik schrijf stukjes over porno waar heel veel mensen heel erg boos over worden soms. En zo. Omdat, als ja, je moet het accepteren. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom, precies zoals ik zeg, als je met tantra speelt. Mm-hmm. Weet je wel, als je denkt dat je tantra doet en je doet tantra, maar eigenlijk is het een swingersavondje. Ja. Ik vind het prima. Als je een swingersavondje wil geven, moet je een swingersavondje geven. Maar als je dat gaat mixen, dan ben je in een gevarenzone, want je speelt met enorme hoge krachten, want je doet rituelen, je nodigt krachten uit. En vervolgens gaat het over seks. Ja. Dat is niet slim. En in feite is met porno is omgekeerd of zo dan, hè? Want je denkt het is onschuldig, want niemand weet het en ik doe het zelf. Mm-hmm. Maar je haalt daar ook een hele heftige energie binnen. Ja. En dus als je dat in een goede setting brengt, oké, wat zijn je verlangers, waar kijk je naar, wat vind je geil, kom maar, laat maar horen. Dit zijn mijn fantasieën. Ik lig op een wiel. Er zijn 12 mannen en ze neuken me overal. Yes! Nou, ik heb geen idee waar die energie van, of die fantasie vandaan komt. Dat is er. En je gaat het helemaal uitacten. Niet in het echt, maar in een soort van droogneuk situatie. Ik noem maar wat. Dat is gewoon heel erg opluchtend. Weet je wel? En dan denk je op een gegeven moment van, ja, dan is het er. Dan ligt het er. En dan kan het dus, dan ontmantel je. Dus eigenlijk haal je ook die duistere krachten in het licht. Ja. En zien dat het eigenlijk op een bepaalde manier niks voorstelt. Of nee. In ieder geval geen echte waarde voor jou heeft. Dus zo zeker. Mm-hmm. De waarde die het voor je heeft, komt voort uit, en dat is het gekke, ik hoor hem nu gewoon, komt voort uit de schuld en schaamte die je eigenlijk al voelt. Denk ik. En als je dat niet kan erkennen, weet je, als mensen zeggen, ja, maar het is een snoepje, ach, wat maakt het uit? Dan herken je dus eigenlijk niet, dat je, want natuurlijk wil je liever echte seksualiteit, natuurlijk wil je werkelijke contact en werkelijke ontmoeting. Ja, misschien zijn er ook heel veel mensen die zeggen, ik wil dat niet. Ja, wie ben ik dan om, weet je, maar dan vind ik, denk ik wel, het is wel fijn, omdat die dan wel weten wat het met hun energieveld doet. Ja. En dat moeten ze verder zelf weten. Ja. Weet je, als jij, je ziet dat aan mensen. En ja,
En dan zeggen ze van ja, maar dat geven, je kan alleen maar mededogen voelen en liefde. Ja, natuurlijk. Maar het zal niet bijdragen aan, als je alleen bent, een nieuw iemand vinden. Als jij 3-4 uur per dag achter een schermpje zit. Van hoe ik het altijd heb geïnterpreteerd, is dat die entiteiten of wat dan ook, dat het juist ook afleidt van de realiteit. Want bijvoorbeeld als we het hebben over een bedrijf dat, laat ik me ook schuldig aan maken, die mobiele of die batterijen voor die mobiele telefoons maakt of zo, mm-hmm. die accu's en alles. Nou, er komt die graven dan in Afrika, die mollen de hele natuur. En dan kan je zeggen, er zitten entiteiten achter. Of je kan gewoon, dat leidt bijna af van het gewoon datgene wat er echt mm-hmm. van wat er echt gebeurt. Namelijk, ik denk dat. Het is wel bijzonder, want ik heb ook, zoals ik eigenlijk het shamanisme altijd heb geleerd, van Daan van Kamphout, die mijn leraar altijd was. Die had ook zoiets van, we gaan ons daar niet mee bezighouden. We doen een goede prayer, en we zetten de ruimte neer, we vullen onszelf met liefde en het is altijd genoeg. En het heeft voor mij best heel lang geduurd om te gaan voelen van dat het belangrijk is om het wel te erkennen. En voor mij die entiteiten. Mm. En dat ik daar toch wat mee moet. Want ik heb gewoon, het zijn gewoon uitdrijvingen. En dat gebeurt ook aan mij. En dat gebeurt aan ons. Dus als ik in een groep ben en ik ga die drummen en die prayer doen, dan komen die entiteiten los. En ik zie dat op energetisch niveau. En ik moet ze afvoeren. Snap je? Als ik er net hoef ze er niet zijn, ga ik ze niet afvoeren. Mm-hmm. Ik moet me daarmee bezighouden. Ik moet zorgen, en dat doen we met mijn assistenten, dat ze gewoon via dat altaar gebracht worden naar de plek van liefde en van licht. Maar dat moment moet ik wel nemen om de ruimte schoon te maken. Snap je? Dus als ik het ontken, dan gaat zo'n entiteit, die springt bij jou eruit en bij mij erin. En die hebben een feestje van je tot Tokio en niemand schiet er wat mee op. Ja, of je moet zeggen, er is zoveel licht en liefde, dat gaat vanzelf. Maar het draagt voor mij bij en het is maar een klein stukje. Van het hele ding. Mm-hmm. Het gebeurt bij mij vaak meestal op zaterdag, zondagochtend. Dat ik echt voel, weet je, dat bam. Dan gaan ze het laatst los en eruit. Of soms opeens tijdens oefeningen. En dat zijn momenten dat opeens assistenten met smutje gaan lopen en wapperen. En weet je wel, dat we even voelen van, oh, er moet even wat. Ja. En ook hier op de tafel, ja. Als dat voel je al, er komt iets uit iemand. En als je daar geen aandacht aan geeft. Weet je, dus het is belangrijk om dat af te voeren. Of door te, want het valt uit elkaar. Mm-hmm. Uiteindelijk. Hè, door genoeg liefde valt het gewoon uit elkaar. Die entiteit. Die kan niet bestaan. Dus je moet het niet bevechten. Nee. Het is echt net als met die porno dingen en alles. Kom maar. Welkom. Je bent er. En dan... Weet je wel zo. Kom maar. Het is oké. Ik zie je. Ik zie je. En dan komt het ook nog dat uiteindelijk als dat stukje dat daaronder zit, dat jongetje van 2. Ja. Weet je wel? Ja. Ja. Ja, als ik het lukt me mij bijna alleen maar om het echt metaforisch of symbolisch op te vatten. Omdat het zo far beyond is. Dus wat ik wel kan zien is dat... ik zie het dan als vervormde energie. Mm-hmm, of zo. Ja. En dat door trauma. Ja, zo kan je het ook gewoon zien. Ik is zo brei, plakkerig. Ik heb het woord entiteit. Dat is ook niet mijn lievelingsding hoor. Maar dan komt een soort van brei vrij of plakkerige zooi. Ja, ik weet het niet, weet je wel. En wat ik op een gegeven moment ook merkte was dat ik gewoon met zo'n vrouwencirkel dat het klaar was, een bepaald aspect. En dat we gewoon zaten en dat ik zei van het is nu klaar, het is weg. En dat ik voelde, fuck, het is helemaal niet weg. Mm. En dat was voor mij ook in die stilte van 2020. Ja, ik voelde gewoon van, weet je, wij mogen niet meer bij elkaar komen. Er mag van alles niet meer, maar er gebeuren dingen op dit moment, nu. Zo toen, hè, in die stilte. Mm. Er worden nu rituelen uitgevoerd. Ja, ik voelde het. En dan kan ik denken, ik ben het zelf. En natuurlijk, daar ben ik dan heel, hoe zit het? Maar ja, als ik het vervolgens overal hoor uit een collectief, denk ik, ja, het is gewoon gaande. Er zijn gewoon dingen gaande. En ik hoef je daar, inderdaad, daar heb je gelijk in. Laat het, want ik weet het toch niet precies en we weten het niet precies.
Maar ik voel wel het belang van het neerzetten van ons werk op onze manier. Ja, ik stel me voor dat je een soort balans hebt te maken. Want op het moment is dat je het gevecht zou aangaan met die entiteiten. Mm-hmm. Ja, dan ben je eigenlijk in plaats van dat er een soort heling plaatsvindt, geven ze eigenlijk nog meer bestaansrecht. Ja. Want ja, je bent het gevecht, jij bent degene die die entiteiten dan met een groep mensen dan aan zou moeten gaan. Of ja. Dat lijkt me dan ook niet... Nee, niet maar het is gewoon, het is een soort van, weet je wel, het is... En dat heb ik ook het gevoel dat het deze tijd nu is, dat alles komt omhoog. Mm. Alles komt omhoog. Dus alles wat onderdrukt wordt, komt omhoog. En dat moet. Het wordt allemaal zichtbaar. En dat is het natuurlijk. Het is ook, of tenminste, ik weet niet wat of dat het alleen is. Dat zijn dan weer van die vragen. Maar het is in ieder geval groter. Het wordt groter naarmate we meer onderdrukken. Mm. Het krijgt meer macht, meer kracht, ja. Hè, naarmate we meer onderdrukken. En op het moment dat we daarmee stoppen en het uitnodigen, verliest het eigenlijk grip. Ja, ja en wat ik me ook wel kan voorstellen is, als we het hebben over, ik zei van het zit in mij, maar ik zie dat ook een beetje voor me als een hologram. Dus alles wat buiten is, zit ook in mij, in dat hele kleine stuk. En dan heb je ook een soort, wat ik me voorstel, dus ook allemaal stukjes wat in iedereen zit. En dat is een soort van collectief veld. Ja. En dus als iemand daaruit stapt uit die... Gebeurt er iets. Dan gebeurt er iets. Ja. En dan, dat ja. Zie ik dan. Maar het is een beetje... Nou ja, en dat is dan weer, dan kan ik het weer helemaal terugbrengen, weet je. Want ik spreek hier nu over, maar tegelijkertijd als wij... trainingen geven of als hier iemand is, een cliënt is, weer die discrepantie. Je kunt alleen maar met het meest persoonlijke, minimale, authentieke probleem, thema, ding van jou werken. Ja. Of van mij. Weet je wel? En als we in de cirkel zijn, we kunnen alleen maar werken met jouw eigen, authentieke, grootste, ellendige rotprobleempje. Ja. Of wat dan ook. Ja. Weet je? Jouw relatie tot jouw moeder. Ja. Dat is eigenlijk alles. Maar als je tegelijkertijd weet dat je dat in verbinding brengt met je bekken, je buik, je seksualiteit en het grote veld, dan ruim je op. Dan ruim je echt op. En die aspecten zijn allemaal nodig volgens mij. Als je iets overslaat, want als wij, en dat is misschien ook wel met dat licht, van je gaat allemaal bij elkaar zitten en tune in met licht en liefde. Maar waar is jouw, waar ben jij, weet je wel? En we zijn op aarde, dus jij moet ook mee. Hoe jij dat net noemde, die misidentificatie, die moet mee. Hmm. Ja, want daar moeten we het van hebben. Ik wil jouw verhaal horen van die misidentificatie, want die moet ontmanteld natuurlijk. Hmm. Ja. Maar het lijkt net alsof ik het allemaal heel goed weet. Ik zit ook maar te zoeken en te klooien. Godzijdank, ja, het is ook zoeken en klooien, toch? Over het algemeen. En het is ook de intentie waarmee je de dingen doet. Ja, het is voor mij is het ook een soort van, wat ik je nu ook vertel, van, weet je, ik leer door te ervaren. En ik heb het zo ervaren, zo vaak, keer op keer op keer, dat er zoveel losgelaten werd. Mm-hmm. Ik kon dat niet ontkennen. Weet je, zo is het eigenlijk gegaan. Ja. Nou, ik vind het wel gaaf dat je gewoon een... Ja, wat ik al zei, van dat jij door de manier waarop je met entiteiten werkt, is dat je daardoor ook dingen meer aan het licht brengt. Ja. Die als je dat niet op die manier zou doen, dan worden ze ook niet zichtbaar. Precies. En dan, ik zie ook bijna zo'n soort beeld van dat je gewoon zo, dat je in het groene gras blij loopt in het gevoel van licht. En onder je is het gewoon allemaal nog. Ja. En dan kan je je even heel lekker voelen, omdat jij je afstemt en hè, omdat je helemaal in die meditatieve adembubbel. En dan is het super fijn. Mm-hmm. Maar ja, daarna, ja, dan moet je toch even naar de supermarkt. En dan krijg je zo'n kerel die alles in die bak gooit. Ja. En dan? En dat is dan de echte uitdaging. Ja. En dan weet je hem ook nog te transformeren trouwens. Dat is ook wel weer goed. Ja. Ja, omdat ik wel heb. Ja, ik heb geleerd omdat dat soort momenten
dat dat indicatoren zijn. Weet je wel, ik kan wel ook de hele tijd ja en aan en vrede op aarde roepen. Maar juist dat soort momenten waarop ik dan ook getriggerd word, dat zijn juist de momenten waarbij er bij mij nog iets aan het licht kan komen. Van wat nog niet eerder aan het licht is gekomen. En voor mij was het ook dat, wat er uiteindelijk voor mij aan het licht kwam, was dat een stuk realisatie dat ik een verwarring had op het gevoel van machteloos zijn en de bewuste keuze om geweldloos te zijn. Dus ik heb me in het verleden wel eens behoorlijk machteloos gevoeld. Ja, dat je echt niks kon doen. Dat ik niks kon doen en er werd mij wat aangedaan. Mm-hmm. En ik was toen niet in staat om mezelf te verdedigen of voor mezelf op te komen. Nou, dat ga ik nu niet laten gebeuren. Dus ik moet die man op zijn bek slaan. Zo ja. dat stuk, want anders laat ik mezelf dat stuk weer in de steek. Mm-hmm. Of zo. Maar er zit... En dan de bewuste beslissing dat je het niet doet. Nee, omdat je snapt dat je daarmee de cyclus van geweld in stand houdt. En van daderschap en slachtofferschap. Ja, precies. Dus er zit een gedeelte dus in mij dat gewoon ontzettend pijn heeft. En dat stuk, dat jongetje of zo. Mm-hmm. Nou ja, en vanuit daar vind ik het gerechtvaardigd om die man dan te slaan nu op dat moment. Maar dan maak ik een connectie die eigenlijk gewoon niet klopt. En daarmee houdt die cyclus gewoon in stand. Ja. Maar op het moment dat ik die man ga vergeven omdat het in de Bijbel staat, of omdat Jezus dat van me wil, ja, dat gaat gewoon nooit werken. Ik moet op een gegeven moment inzien, is dat ik, het moet echt van binnenuit komen, van dat ik van binnenuit niet wil om ook een bijdrage te leveren aan die cyclus van geweld. Ja. Maar ik denk dat is mijn grootste uitdaging. En ik denk ook wel dat misschien ook wel is wat mensen aantrekt als mensen zich aangetrokken voelen door mij en het werk wat we doen en boeken. Dat ik niet anders kan of wil dan trouw te blijven aan mezelf. Dus als ik jou niet kan vergeven, als ik mijn moeder niet kan vergeven, mm-hmm. dan ga ik haar niet vergeven. Nee. En nu ook, weet je, ze heeft nu de... diagnose dementie heeft ze gekregen. Mm-hmm. En in eerste instantie, jongen, ik was alleen maar echt van, ik ga haar echt niet helpen. En ik, fuck, jongen. En dat, ik moest daarbij blijven. Ik moest het voelen. Weet je, er zijn misschien heel veel mensen die gaan helpen omdat het zo hoort. Ik doe het gewoon niet. Nee. Ik kan het niet. En ik voel me echt schuldig. Ik vind het heel erg. Maar ik voel ook, ik moet dit doen. En hoe het is gebeurd, is het gebeurd. Er gebeurt iets waardoor opeens iets komt, waardoor iets omdraait. En ik toch iets aan het doen ben voor haar. Ja. En ineens voel van, wat is dit eigenlijk helend? Weet je wel? En dat ze als een klein meisje, oeh, kan jij dat goed met haar gekke dumme? Dat ik ineens voel van, ik voel zoveel liefde. Weet je, en dan klopt het weer. Ja. En ik moet die stap mogen maken. Ja. Want als ik het meteen had, dan had ik dat misschien niet kunnen voelen. Nou ja, dat. Ja, maar dat... Ja. En ik denk wel dat... Ja, maar ik denk ook dat dat is wat mensen uiteindelijk aantrekt in... Want soms denk ik wel eens, het gaat niet eens zozeer om wat je zegt, wat je doet. Maar ik denk dat het eigenlijk is om het zijn dat vrouwen of mannen zich aangetrokken voelen tot het werk dat ik en wij doen. Ja. Weet je, Ron en ik gaan zelf ook in proces als we een groep leiden. En wij zitten ook regelmatig daarvan, moeten we verder, of weet je wel, en dat allemaal mag. Ja. Wij zitten daar niet als alwetende, nee. En dat is ook niet de bedoeling, weet je wel. Zoiets. En wat ik zo gaaf vind daar aan wat je vertelt is, op het moment dat je dat niet zou hebben gedaan naar je moeder toe, dus dat je maar denkt van het hoort zo. Wat er dan gebeurt, jij komt daar niet. Nee, dan had ik het niet gevoeld. Nee, jij bent niet aanwezig. Nee, precies. Want je neemt jezelf niet mee. Nee. Je gaat vanuit de gedachte daar naartoe. Ja. Je bent daar aanwezig en je voelt je misschien doodongelukkig. En er is helemaal geen enkele sprake van. Nee, dus contact. Wat jij zegt, jij bent er niet. En nee. Dat is dus ook je... En wie is er dan wel? Ja, exact. Is dat dan je entiteit? Precies. Ja, maar dat is serieus een goede vraag. Weet je wel, waar... Tussen wie zitten we? Weet je, zoveel mensen zijn gewoon niet thuis. Nee. Die leven iets wat hoort, omdat het zo hoort. Met wie heb ik dan van doen? Weet je wel?
Maar dan komt het toch uiteindelijk allemaal neer op gewoon authenticiteit. Ja, dat denk ik wel. Trouw blijven aan jezelf. Ja. En dat trouw blijven aan jezelf, dat is ook, vergt ook in mijn ervaring ook openheid. Dus het, wat jij ook zegt, weet je wel, in het begin zeg je van, ik doe het niet. Maar het gaat ook niet om daar dan bij te blijven. Nee. Dat je denkt, oh, ik ben trouw aan mezelf, want ik doe het niet. Nee, precies. Maar om daar dan mee te blijven, van, ik doe het niet. Nou, en dat te voelen en misschien met iemand erover te hebben. Te vragen, wat word je geraakt dat? En dat het dan niet verandert, maar dat doe jij zelf ook niet. Of zo. Nee. Nee, maar weer, weet je wel, weer dat het niet willen helemaal omarmen om uiteindelijk te voelen wat je wel wil. Weet je, het is iedere keer die tegenkant helemaal. Ja. En dat voel ik ook van als iemand ineens dan, als ik een conflict met iemand heb en ineens zoiets heb van, ik vind dat stom van jou of dat, en ik, kom erop. Ja. Dus dat is het. Ja. Weet je wel, welkom. Haha. Nou. En dan kan je het ook nog even uitvergroten en zo. Ja, omdat we ook denken dat zoiets hebben van. Dat wat de ander zegt, dat doet ook een bepaalde. Ja, iets, echt ook iets over die ander zegt. Of zo. In plaats van dat ik hier gewoon kan zeggen van. Nou ja, hoe jij me overkomt, weet je, als dit en dit en dit. En dan ben ik helemaal eerlijk, maar dat zegt. Ja. Geen ruk over jou, maar dat zegt iets over mij of mijn ervaring of iets wat er in mij speelt. Ja. Hoe gaaf zou het zijn dat ik dat gewoon eerlijk ben, waardoor het voor mij ook in zicht komt en dat er misschien iets wat ik normaal gesproken niet in zicht, want ik vind het heel vervelend om heel na tegen jou te doen. Ja, en dat is natuurlijk wel het hele ingewikkelde in relaties. Ja. En dat je elkaar op een gegeven moment ook triggert. Ja. En dat je daar soms in komt in een soort spiraal, weet je, dat is niet zo makkelijk. En daar zijn we natuurlijk in aan het zoeken. En dat voel ik ook heel sterk met Ronald. Van, ja, en dit is dus wel onze weg. Ja. Weet je wel, het is niet, soms is het echt gewoon kloten met de bok, om maar even zo te zeggen. En we zijn natuurlijk best al een tijdje samen. We wonen samen, er onze kinderen zijn, er is een gezin. Ja. Dus er gebeurt van alles. En dan steeds opnieuw, oké. En ook soms even, ik ga even mijn eigen gang doen. Ja. Ik ga jij ook, nou. Ja. Ja, dat is gewoon, maar dat vind ik het mooie, weet je, en dat voel ik ook met Ronald. Wij leven dit gewoon. Dit is gewoon ongoing practice. En net als dat, laatst kwam hier ook een vrouw en die zei, ja, ik heb een week vrij gehad. Nou, die had de hele week in haar eentje in het bos gelopen. Die had gewoon de hele week lopen processen. Hmm. En dan voel ik mezelf ook, denk ja, ik heb heel veel tijd. Maar dat betekent niet dat ik niks te doen heb, weet je wel. Nee. Dit is gewoon ons werk. Ja. Met alles erop en eraan. En als we nu weer eventjes, hoe zitten de mannen in een witte kleding er nu bij? Nou, er is wel beweging. Hmm. Maar dat was al, zeg maar, voor mij was dat weekend ook al heel belangrijk. Hmm. En ik heb ook wel het gevoel, ook dat, weet je wel, het is niet alleen al het uitnodigen daarvan. Zo nu en dan, van oh ja, ze zijn eigenlijk nu in mijn bewustzijn. Dus ze kunnen altijd meekijken. Ze weten dat ik ze heb gezien, bij wijze van spreken. En met mij een heleboel, want ik heb het nu ook op Facebook gezet. En dat vind ik ook het fascinerende van Facebook en Instagram. Vooral eigenlijk Facebook, omdat er zoveel interactie is. Ik ervaar dat echt als een hele steady basis. Van mensen die het werk ondersteunen en snappen. Mm. Zoals nu ook met mijn nieuwste boek, dat moet eerst gelezen worden door die groep van mensen die dat snappen op die laag. Ja. Het moet helemaal nog nergens heen. Nee. En dat is nu gaande, weet je wel. Eerst is het gelezen door 10, nu wordt het gelezen door de volgende 250. Nou, die gaan hem pakken en die trillen en die schudden en die kotsen en die, weet je wel. En dan wordt het zo, ja, dat is toch mooi. Waarschijnlijk komt er dan wel weer een volgende ring. Zo. En zo groeit het. En ik denk dus dat doordat het gelezen wordt, wordt het de bedding gevormd. Hmm. Ik voel dat we, en dat is natuurlijk ook waar dat helemaal over gaat, de geboorte van de nieuwe aarde. Wij zijn bruggen, wij zijn beddinggevers. Wij zijn degene die begeleiden de overgang, de vroedvrouwen, de vroedmannen. En dat geldt ook voor dat boek. Iedereen die het boek leest, ben ik gewoon zo dankbaar. Want het is weer een trilling meer. Weer opener, weer toegankelijker. En het voelt ook alsof ik de zwaarte ervan echt 2 jaar bij me heb gedragen. Met Ron ook. Hmm.
en nu het gelezen wordt, alsof het steeds een stukje meerdere mensen met mij gaan deze waarheid dragen. En dat geeft het voor mij een soort van, ik voel dat ik echt ook bijna aan het ontgiften ben geweest de afgelopen tijd. Gaaf. Nou. Nou, Joachim, we kunnen wel doorpraten, ja, maar het is al anderhalf uur. Ik zit te kijken naar de tijd. Oké, dan houden we inderdaad even houden we op. En wie weet dat dit gesprek gaat bewerkstelligen. Wie weet. Ja. We gaan het zien. We gaan het zien. Ja, dankjewel. Superleuk. Ja, vond ik ook. Het is echt, jezus, we kunnen wel praten. Nou, wij kunnen praten. Je zei volgens mij zoiets van, nou, ik hoop dat ik wel de woorden kan vinden, of wat was het? Je dacht van, je wist niet meer. Ja, maar ik hou heel erg van praten hoor. Mm. Volgens mij vind jij het ook wel leuk. Ja, ja, als het over dit gaat. Ja. Dat is echt, ik ben meer volgens mij van praten dan luisteren. Mm. Ik heb echt wel iets van zenden en uit, ja, zo is het. Dat mag. Ieder zijn ding, zullen we maar zeggen. Ik ben ook heel blij dat mensen me dan lezen. Ja, dat ik dan ook die stukjes schrijf en dat dat gelezen wordt, weet je wel. Dat is gewoon, ja. Zullen we er een reclame momentje in doen? Waar kunnen ze jouw boek bestellen? Overal, je kan mijn boek overal bestellen. Maar waar wil jij het liefst? Maakt mij niet echt uit. Nee, het schijnt het beste te zijn als je het bij een lokale boekenwinkel doet. Dan verdienen die er ook nog wat aan. Dat schijnt het beste te zijn. Eén keer de titel. De geboorte van de nieuwe aarde. En daarvoor dus het vergeten weten. Dus je kan hem ook eerst de geboorte van de nieuwe aarde lezen en dan het vergeten weten. Dat maakt niet uit. Oké. Dus. Thanks. Oké.